het webinar Machtsvrije Dialoog. En daar dan in uitgelicht twee elementen. Autonomie en twee voorwaarden voor een machtsvrije dialoog vanuit onze visie. Autonomie en gelijkwaardigheid. In de komende maanden zullen we onder het paraplu van machtsvrije dialoog stap voor stap alle voorwaarden die we in de afgelopen 8 jaar als G1000-organisatie hebben verkend en gedefinieerd, zullen we vanuit dat perspectief van die machtsvrije dialoog nader toelichten. Er zitten ongetwijfeld mensen bij, er zijn een paar oude bekenden, die zijn uitgebreid op de hoogte met de G1000. Er zijn er ook vast een paar bij die nieuw zijn, als ik even snel kijk. Dus voor de oudgediende even heel kort een opfris momentje van G1000. Wat is het eigenlijk en hoe werkt het? Ik denk dat ik daar tussen de 5 en de 10 minuten aan besteed. Dus mocht je in die tussentijd wat anders willen doen, kan dat. En daarna duik ik het thema van vandaag in. Ik ga eerst even de presentatie delen en dan ga ik met mijn verhaal beginnen. En ik heb daar een hele nieuwe, hoe moet ik dat noemen, een nieuw ding bij. Want Zoom heeft weer een beta-versie waarbij ik als een soort muppet, ik kan het niet anders noemen. Ja, daar ben ik aan de onderkant van je scherm dwars door de presentatie heen mag praten. Dus ik vind hem wel grappig, maar ik vind het vooral heel fijn dat ik niet weer verborgen zit achter plaatjes die ik laat zien. Want daar heb ik me de afgelopen 2 jaar wel behoorlijk aan geërgerd. Dat presenteren meteen betekent dat je dan ook als spreker uit beeld bent. Want dat maakt het contact gewoon een stuk moeilijker. Goed, de G1000. In België begonnen. 2011 op initiatief van een groep kunstenaars en intellectuelen. 730 geloten Belgen bij elkaar naar aanleiding van het vormen van een nieuwe regering. Burgers zeiden, ja, als jullie er niet uitkomen, politieke partijen, dan kunnen wij het zelf ook. Dit diende als inspiratie voor de eerste G1000 in Nederland in 2014. Een groep Amersfoortse medevrijwilligers. Samen hebben we toen 630 geloten burgers in de zaal gekregen op een zaterdag. We waren dol enthousiast. De deelnemers waren hartstikke enthousiast. Dit is echte democratie. Nu voelen we ons voor het eerst echt Amersfoorter. Dat waren de uitspraken. Dat zijn trouwens nog steeds de uitspraken van deelnemers. Alleen na afloop kwam de ontnuchtering. We hadden gehoopt op een uitgebreide impact op de politieke besluitvorming. Maar niets was minder waar. Nauwelijks waarneembare directe relatie met besluiten die in de gemeenteraad genomen werden. Maar we hadden wel een belofte gedaan op weg naar een nieuwe democratie. En dat is de belofte die we vandaag ook nog steeds hebben. En die belofte konden we dus toen niet inlossen. We hadden toen bij de pakken neer kunnen gaan zitten, hebben we niet gedaan. Er was zoveel enthousiasme om ermee door te gaan dat we een organisatie in het leven hebben geroepen, Stichting G1000.nu, en gezegd hebben we gaan samen aan de gang om overal in het land initiatiefnemers te helpen een G1000 te organiseren. En terwijl we dat doen, gaan we dat op een onderzoekende manier doen, op een lerende manier. En we gaan uitvinden hoe we stap voor stap die G1000 kunnen ontwikkelen tot een instrument wat wel leidt tot impact en invloed en zeggenschap van de deelnemers op de politieke besluitvorming. Intussen zijn we, overigens het plaatje wat je hier ziet, is de tweede G1000 in Amersfoort in 2016. Intussen zijn we 28 G1000'en verder. Op dit moment hebben we de 4 op de rol staan die dit jaar nog plaats moeten gaan vinden. Of in elk geval dit jaar moeten starten. Dus we beginnen echt tempo te maken. En we hebben geleerd. We hebben zoveel geleerd dat we sinds Enschede in 2017, dat we min of meer kunnen voorspellen en ook kunnen beloven dat de uitkomsten ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden binnen een G1000. Binnen de gemeenteraad en binnen de politieke besluitvorming. En hoe hebben we dat gedaan? Door het proces van de G1000 stap voor stap verder uit te bouwen. Het enthousiasme was gebaseerd op het feit dat het ons vanaf het begin af aan gelukt is om die machtsvrije dialoog te realiseren en mensen dus ook daadwerkelijk de ruimte te bieden, deelnemers de ruimte te bieden om samen met elkaar tot uitspraken te komen. Dus dat is vanaf het begin af aan onze core business geweest. Maar waar we aan hebben moeten werken was het proces zo uitbouwen en zo vormgeven en zo verbinden
met wat Habermas, een naam die straks vaker gaat vallen, de systeemwereld noemt, de bureaucratie, de wereld van de overheid. De verbinding met die overheid, daar hebben we lang aan moeten sleutelen. Dat is in Enschede voor het eerst gelukt. En sinds die tijd lukt het ons om het resultaat wat we daar gerealiseerd hebben rond het onderwerp vuurwerk, om dat ook op andere plaatsen te herhalen, zoals in Steenwijkerland, waar het ging over de vraag hoe maken we Steenwijkerland energie neutraal, of over de vraag in Heerenveen van hoe geven we vorm aan het centrum van Heerenveen in de toekomst. Allemaal plekken waar we zeg maar uiteindelijk het ons gelukt is om met behulp van de G1000 de belofte op weg naar een nieuwe democratie, om die onder handbereik te brengen. Nou, hoe ziet zo'n G1000 er dan uit? Heel kort, even kijken hoe ik mijn dia's verplaats. Ja, daar komt die. Het is, wij benoemen het, we definiëren het als een machtsstrijd, de essentie van de G1000. Iedereen die heeft daar weer een ander beeld bij. Iemand zegt van ja, dat zijn 500 geloten burgers in de zaal. Maar de abstracte definitie, een machtsvrije dialoog van burgers die met elkaar spreken over belangrijke zaken in een gemeenschap. Dat is wat ons betreft de essentie. Wie nemen er deel? Het hele systeem in de zaal. Dus vanuit het transitiedenken hebben wij geconcludeerd dat, en ook de conclusie overgenomen, de notie overgenomen, dat als je een systeem wil veranderen en je wil een systeem zorgen dat een systeem, dus bijvoorbeeld een gemeenschap of een samenwerking van een groot aantal stakeholders, je wil dat dat een andere richting uitgaat, dan moet je niet dat met een deel van het systeem gaan doen, want dan ontaardt of dan voed je eigenlijk alleen maar de belangenstrijd die er toch al was, met een nieuwe actor, namelijk de burger. Dan kan je beter het hele systeem in de zaal uitnodigen en samen met dat hele systeem, met al die actoren, gezamenlijk op een nieuwe manier kijken van wat hebben we gemeenschappelijk en hoe komen we verder. En dan is die lijst met deelnemers in één keer heel logisch, want dan zie je inwoners, je ziet de overheid, je ziet de werkgevers, degene die de hulpbronnen van de gemeenschap mogen exporteren. En je ziet dan nog een aparte groep, de vrijdenkers. Die doen mee aan een G1000. Het hele systeem in de zaal. Samen gaan ze op weg in een drie-stappen-proces. Een burgertop, de start waar de vraag of het issue verkend wordt en waar samen de agenda, dus de deelnemers zelf de agenda formuleren en gaan verkennen. Aan het einde van de dag wordt er aan de deelnemers gevraagd wie wil meehelpen om die ideeën van de top uit te werken in concrete voorstellen. Dat gebeurt in het burgerforum, wat een aantal maanden duurt, waar een aantal bijeenkomsten aangeweid worden, waar de deelnemers in kleine groepjes met elkaar werken en waarbij de resultaten vertaald worden in beleidstaal, onder andere. En dan komt aan het einde de burgerraad, waarbij al die voorstellen gepresenteerd worden aan elkaar, aan de deelnemers, zodat ze allemaal geïnformeerd een besluit kunnen nemen over welke voorstellen zij de moeite waard vinden en welke niet. En de voorstellen die aangenomen worden door de burgerraad, die landen in het burgerakkoord. En dat wordt aangeboden in de eerste plaats aan de overheid, aan de gemeente meestal tot nu toe, maar het kan ook regionaal, kan ook nationaal. Maar het wordt ook aangeboden aan alle andere partners die gezegd hebben van wij willen ook, ja, dat zijn maatschappelijke partners meestal, wij willen ook aan de slag met die uitkomsten van dat G1000-proces. En daarmee kunnen we de impact van een burgerberaad ook weer verder vergroten. Het resultaat is helderheid over het antwoord op de vragen die aan de orde gesteld wordt, bereidheid van de deelnemers, en dat is dus het hele systeem, om samen aan de realisatie van de oplossing te werken. Dit is een heel belangrijk element van de uitkomst. Appel op de overheid om de uitkomsten om te zetten in concreet beleid. En een appel op alle andere stakeholders om zich af te stemmen op die uitkomsten. Of, nog beter, er zelf ook mee aan de slag te gaan. Een heel concreet resultaat. En dat betekent dat het met behulp van de G1000 lukt om een systeem, een gemeenschap ook echt in beweging te zetten in een nieuwe richting. Wat is dan de machtsvrije dialoog daarin? En dan kom ik op het onderwerp van vandaag. Het is voor mij een begrip wat ik nog niet zo lang gebruik. Het heeft lang geduurd voordat het op zijn plek kwam, maar sinds ik het op die manier heb gedefinieerd,
of het gedachtegoed van de G1000 ook met behulp van de machtsvrije dialoog probeert te verklaren, heb ik echt het idee alsof het laatste puzzelstukje op zijn plek ligt. Maar tegelijkertijd is het schrijven van een definitie of het is nog heel nieuw. Dus ik hoop dat dit gesprek met jullie er ook toe gaat leiden om hier weer verder diepte aan te brengen. Maar op dit moment was mijn eerste poging tot een definitie een gesprek van gelijken, waarbij, en dan moet ik iets doen, want jullie staan over mijn tekst heen, waarbij elke deelnemer het recht heeft om gehoord te worden. Er ruimte is om naar elkaars ervaringen te luisteren en tot conclusies te komen over het gedeelde algemene belang. Ik neem deze beschrijving volledig voor eigen rekening, want het begrip machtsvrije dialoog komt ergens anders vandaan. Het is, voor zover ik het kan traceren, voor het eerst gemunt door Habermas, de naam die al voorbij kwam, een belangrijke filosoof die in het begin van de jaren 60 van zich heeft laten spreken, overigens nog steeds als jongeman, want hij is nog steeds onder ons. En met name de laatste jaren, de laatste decennium, is zijn gedachtegoed opnieuw tot leven gekomen. In de jaren 60 was het een enorme inspiratiebron voor allerlei emancipatiebewegingen. En gelijk op met dat de hele deliberatie ook weer in beeld is gekomen, het belang van de civil society, is ook zijn gedachtegoed weer opnieuw actueel geworden, heeft hij van zich laten horen. En waarom die voor ons werk van de G1000 van belang is naast het munten van het begrip machtsvrije dialoog, zijn analyse van het spanningsveld waarin we leven. En het spanningsveld duidt hij, en dat zal voor de meeste van jullie heel bekend overkomen, hij maakt voor het eerst een onderscheid tussen de leefwereld van de burgers en de systeemwereld van de overheid. Een leefwereld waarin, in mijn woorden, de dominante dynamiek bepaald wordt door min of meer horizontale verbindingen van burgers onderling, relaties, uitwisseling. En de dynamiek van de heersende dynamiek van de systeemwereld, verticaal, het gaat om macht, het omgaan met macht, het controleren van macht en dat uit zich in verantwoordelijkheden, mandaten en procedures. En het feit dat ik het al even de ene wereld als kenmerkend maak als horizontaal en de andere verticaal, ja, dan zie je al dat de ontmoeting van die twee werelden, van die beide dynamieken, dat die naar de aard van de zaak al bijzonder ingewikkeld is, omdat het raakpunt van een verticale en horizontale lijn zo minimaal is. Maar gelukkig worden wij beide werelden bemenst door mensen die zich op elk gewenst moment aan die dynamiek van die wereld kunnen onttrekken. En dus in staat zijn om als mensen onder elkaar binnen het kader van een machtsvrije dialoog elkaar te ontmoeten, uit te wisselen en ervoor te zorgen dat die twee werelden wel met elkaar verbonden zijn. En daarmee plaats ik in lijn met Habermas de machtsvrije dialoog als die ontmoeting van mensen met een gesprek op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ook daadwerkelijk een recht uitgeoefend kan worden, plaats ik in het centrum van die ontmoeting en van wat wij dan vanuit de G1000 gedachtegoed de brug noemen tussen beide werelden. Waar ik af ga wijken van het gedachtegoed van Habermas, is dat Habermas geheel in lijn met het academische denken ervan uitgaat dat als je dan een machtsvrije dialoog hebt, dat daar dan volledig rationeel denkende mensen op basis van argumentatie en rationele argumenten en feiten tot verbinding komen. Ja, dan komt mijn observatie als practitioner van het begeleiden van groepen, van het begeleiden van dit soort machtsvrije dialogen, komt om de hoek kijken. En dan zie ik in de praktijk dat het, als het mensen betreft, helemaal niet gaat om argumentatie. Dat argumentatie hooguit aan het einde van een dialoog ingezet wordt om het resultaat van de dialoog alsnog te rationaliseren. Maar dat het in de eerste plaats gaat bij de ontmoeting van mensen over het delen van ervaringen. Het vertellen van verhalen. En doordat de dialoog of de uitwisseling machtsvrij ervaren wordt, de bereidheid van de luisteraar om ook echt te luisteren en ook echt die ervaring tot zich te nemen en die ook te verwerken
als ware het zijn of haar eigen ervaring. Het resultaat van dat proces, ik weet nog heel goed de eerste keer dat me dat raakte, was in mijn werk als buurtbemiddelaar in 2003. Waarbij ik twee mensen aan tafel had, en dat gebeurde regelmatig, want ik had elke week wel een conflict tussen twee buren. Maar dat ik twee mensen aan tafel had die op dat moment al min of 10 jaar min of meer op voet van oorlog naast elkaar leefden. En iedereen die wel eens een vervelende buurman of buurvrouw heeft gehad, weet hoe diep dat in kan grijpen in je eigen ervaring, in je eigen woonbeleving. Dat is niet niks. Dat is niet niks als het al een maand duurt, laat staan 10 jaar. Maar wat ik zag gebeuren aan tafel was dat nadat beide personen, ik zou bijna zeggen partijen, bereid waren om zich te onderwerpen aan de spelregels van de machtsvrije dialoog, en er ruimte ontstond om naar elkaar te luisteren, dat diezelfde mensen die al 10 jaar lang op voet van oorlog leefden, binnen 1,5 uur tijd samen bezig waren om een oplossing te bedenken die voor hen allebei werkte. In een open uitwisseling waar ik als buurtbemiddelaar eigenlijk nauwelijks aan te pas kwam. En dat was het moment waarop ik dacht van, hoe mooi zou het zijn als we dat fenomeen en die kwaliteit van ons als mensen ook breder in kunnen zetten. Het diende zich niet meteen een mogelijkheid aan, maar toen ik in mijn werk later in een organisatie teams ging begeleiden en weer later afdelingen ging begeleiden, kreeg ik de gelegenheid om gewoon experimenteel onderzoek te doen in de praktijk van hoe kan je nou zo'n machtsvrije dialoog opschalen van twee mensen naar grotere groepen. En zie waar we vandaag aangekomen zijn. Stap voor stap blijkt het eigenlijk veel makkelijker dan dat je steeds denkt om mensen zover te krijgen om ook in een grote groep in een zaal met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en op basis van dat wat ze gehoord hebben, de volgende stap te zetten. En die volgende stap die is in het kader van de G1000 heel erg belangrijk. Namelijk het loslaten nadat je dat wat de ander gezegd heeft tot je door hebt laten dringen om in die machtsvrije dialoog dan ook de consequentie te nemen. En die consequentie is dat je je eigen gelijk loslaat en dat je als burger, als deelnemer, bereid bent om je af te stemmen op het gedeelde belang. En laat dat nou eigenlijk een beweging in jezelf zijn waarvan het op het moment dat je je openstelt voor de ander, is het eigenlijk niet meer mogelijk of nauwelijks meer mogelijk om je daaraan te onttrekken. Dat is dus een nagenoeg moeiteloze beweging die ik elke keer weer in elke G1000 opnieuw de hele groep of nagenoeg de hele groep in de zaal zie maken. Wij noemen dat het wakker worden van het burgerbewustzijn. En als je een reden zoekt waarom ik zo enthousiast ben over de machtsvrije dialoog, dan is dat waarom ik wat mijn enthousiasme is. Het burgerbewustzijn wordt wakker. En hoe definiëren we dat? De individuele deelnemer die met zijn eigen belang, soms zelfs onder volle zeilen, ik laat me geen oor aannaaien door de gemeente dit en dat en hier te kort en daar te lang. Ik heb die teksten letterlijk horen zeggen door ondernemers die in de zaal binnenkwamen. En die na afloop van deelname aan de machtsvrije dialoog volledig bereid waren om samen met de mededeelnemers en ook met de overheid op een open manier te gaan op zoek te gaan naar oplossingen voor het als gezamenlijk ervaren probleem. En daar ligt de essentie wat mij betreft van het succes van de G1000. Daar ligt wat mij betreft de essentie van het succes en de waarde van een burgerberaad. En daar ligt ook de potentie om weer zeg maar het begrip gemeenschap in onze behoorlijk geïndividualiseerde maatschappij weer opnieuw inhoud te geven, weer opnieuw identiteit te ontwikkelen en weer een gezamenlijk handelingskader te realiseren. Ik ga even door met de slideshow en dan komen we daar zometeen, als daar behoefte aan is, op terug. Ik moet even het goede knopje vinden. Ja. Zo'n machtsvrije dialoog ontstaat niet vanzelf. Je zult een aantal voorwaarden in moeten vullen, waarbij in de tijd van de buurtbemiddeling met twee mensen aan tafel was het heel simpel. Daar had je gewoon 4 spelregels. Die hebben we overigens nog steeds.
En daar moet iedereen zich aan houden. Maar het is belangrijk als je zo'n groot evenement met 50 of 100 of 150 of 500 mensen ontwerpt, om je bewust te zijn bij de keuzes die je maakt, dat onder die keuzes dat die gestuurd zouden moeten worden door een aantal waarden. En dat naar de mate dat je in staat bent om die waarden beter in te vullen in het ontwerp van je burgerberaad, dat je mag verwachten dat dat burgerberaad effectiever wordt en dat het meer impact krijgt. Ik noem ze autonomie, gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid, diversiteit, transparantie, veiligheid, onafhankelijkheid. Vandaag gaan we inzoomen op autonomie en gelijkwaardigheid. In de volgende webinars zal ik de overige waarden één voor één onder handen nemen. Ik moet even door een commentaar heen, want nu is mijn knopje weer zichtbaar. Autonomie. Wij zeggen dan ook wel, vertalen die waarden in deelnemers leiden zichzelf. Dat hebben we niet zelf bedacht. Dit komt rechtstreeks uit de open space technology van Harrison Owen, die dat in de jaren 80 heeft ontwikkeld. Mensen die hierdoor getriggerd zijn. Ik kan je aanraden om ook daar, als je dit werkt met grote groepen of je bent erdoor geïntrigeerd, een hele interessante bron om ook daarin te duiken en te kijken wat voor inspiratie daar te vinden is. Voor ons is het een leidend principe. Waarom? Hoe kan je een democratie voorstellen waarin de deelnemers van die democratie niet zichzelf leiden? Voor ons is het de grond, een van de basisbeginselen van democratie. Geen agenda vooraf. Dat is hoe we dat in de praktijk brengen. Geen uitgewerkte vraag, geen kaders. Daarmee staan we lijnrecht tegenover het discours, het internationale discours rond burgerberaden, wat overigens ook Nederland heeft bereikt. Via Extinction Rebellion is het academische idee over burgerberaden, ook wel het Anglo-Saxische idee van burgerberaden, heeft ook Nederland bereikt en is ook geland in het rapport Brenninkmeijer. En dat rapport begint met een randvoorwaarde die haak staat op wat wij hier, wat ik hier neerleg. Daar wordt juist gezegd, je moet goed nadenken over de vraag. Dat komt, is heel belangrijk dat die heel precies geformuleerd wordt. En het is ook heel belangrijk dat er goede kaders meegegeven worden. Iedereen die thuis is binnen de overheid herkent deze twee randvoorwaarden onmiddellijk als standaard randvoorwaarden rond elk beleidstraject. En daarmee zie je dat het internationale discours voor een belangrijk deel gevoed wordt, juist vanuit de logica van de systeemwereld. Vertrek je vanuit de logica van de burger, wat wij proberen te doen, en in het verlengde daarvan vertrek je, vind je de machtsvrije dialoog belangrijk, dan is het eigenlijk ondenkbaar dat er een hogere macht vooraf beslist over de vragen die een burgerberaad moet behandelen. Er is natuurlijk een onderwerp, want anders komen mensen niet uit het stoel. Dus het moet, en dat moet ook een urgent onderwerp zijn. Maar de manier waarop dat onderwerp behandeld wordt, op het moment dat je als overheid of als organisator je gaat bemoeien met de invulling van dat onderwerp, op dat moment oefen je op een manier macht uit die het eigenaarschap van de deelnemers in de weg staat. Is dat erg? Het hoeft helemaal niet erg te zijn. Dat hangt er vanaf wat je voor doel hebt met het burgerberaad. Als jouw doel is om te willen weten wat burgers vinden, dan kan je prima op die manier aan de slag. Dan stel je een heldere vraag en je geeft randvoorwaarden mee. En dan gaan die burgers heel braaf binnen die randvoorwaarden dat doel voor jou uitwerken en krijg jij een resultaat. Maar wees dan niet verbaasd dat ze aan het einde van de rit tegen je zeggen van nou, alsjeblieft, hier heb je het. Tabé, zoek het verder maar uit. En dat ze heel boos worden op het moment dat je dan, nadat zij zoveel inspanning hebben verricht, dat je dan na een tijdje geen invulling hebt gegeven aan wat ze jou mee hebben. En dat ze dan boos worden omdat je niet doet wat zij je gevraagd hebben. Door het stellen van een vraag en kaders en daar beperkingen aan te geven, maak je als sponsor, als initiator, maak je jezelf eigenaar van het proces.
en daarmee ook eigenaar van het eindresultaat ten koste van het eigenaarschap van de deelnemers. En hier krijg je dus ook zicht op het belang van de machtsvrije dialoog. Op het moment dat je bereid bent om deze controle ook los te laten, dan zul je zien dat er de impact van het burgerberaad veel sterker is en de impact op de gemeenschap, de impact op de besluitvorming, de steun voor de uitkomsten, dan dat je in de andere situatie mee zou maken. Als laatste, als je wil weten wat de burger vindt, kun je ook goedkopere en simpeler middelen inzetten dan een burgerberaad. Maar dat terzijde. Goed, het tweede aspect waarin deelnemers leiden zichzelf, dus de autonomie, tot uiting komt binnen een G1000. Deelnemers stellen zelf de agenda op, formuleren zelf de vragen en besluiten zelf hoe zij die willen beantwoorden. Eigenlijk is het zo dat we binnen de G1000 tot in extremis proberen om de deelnemers zelf beslissingen te laten nemen en zelf te laten werken. Ik zie een commentaar van een van de luisteraars en ik kom daar graag straks op terug. Dat betekent dat we binnen een G1000 geen gespreksleiders hebben. We hebben wel tafelaars, zoals we dat noemen. Mensen die verslag leggen van het gesprek en die op de hoogte zijn van het proces, om elkaar door het proces heen te loodsen. Maar dat zijn gewoon deelnemers die ook deelnemen aan het gesprek. En op het moment dat deelnemers daar zelf om vragen, zetten wij facilitatoren in. Deelnemers nemen zelf de regie over het proces. In het forumdeel, na de top, is het zo dat wij de leiding over het proces ook daadwerkelijk in handen leggen van de deelnemers zelf. Idealiter zouden we dat ook vooraf gaan doen, zodat ze de deelnemers, met name de burgers, ook zelf zouden kunnen besluiten over de hele inrichting van het proces. Maar omdat ze zich nog niet verenigd hebben in een groep, lukt dat natuurlijk voorafgaand aan de top niet. Maar direct na afloop van de top, zodra bekend is wie er en op welke manier het forum vorm krijgt, vragen wij aan de deelnemers wie naar voren willen stappen om in een regiegroepvorm de leiding over het proces op zich te nemen. En natuurlijk begeleiden wij dat. En natuurlijk worden er keuzes gemaakt die in lijn zijn met de interventies die we in huis hebben. Dus daar valt van alles nog over te zeggen. Maar het geeft weer dat we proberen om die autonomie van de deelnemer zoveel mogelijk te honoreren. Onderweg bepalen de deelnemers zelf wie en wat zij willen raadplegen en hoe zij hun ideeën en voorstellen willen verrijken en onderbouwen. Dat betekent dat we niet zelf als organisatoren beslissen welke informatie de deelnemers tot zich kunnen en mogen nemen. Omdat we vinden dat we op die manier het resultaat en de uitkomsten op een onoorbare manier zouden beïnvloeden. Maar dat de deelnemers dat zelf aangeven en dat wij proberen dat die vragen die vanuit de deelnemers komen zo goed mogelijk te faciliteren. Dat zijn de belangrijkste punten waarop we de autonomie proberen te honoreren. Gelijkwaardigheid is de tweede voorwaarde. En dat betekent dat we hebben het hele systeem in de zaal. Er zitten mensen met allerlei rollen en allerlei verantwoordelijkheden binnen het systeem. Maar op het moment dat ze de dialoogarena van de G1000 betreden, zijn ze allemaal in de eerste plaats mens. Burger, hoe je het wil beschrijven. En dat betekent om te beginnen dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden. Dat iedereen één stem heeft, ongeacht welke positie. En dat de spelregels ook voor iedereen gelden. En het ervaren van die gelijkwaardigheid is, en het ontbreken van macht die van buitenaf uitgeoefend wordt, is naar mijn observatie het allerbelangrijkste element waardoor deelnemers inderdaad bereid zijn om binnen een hele korte tijd, dat gebeurt al binnen de eerste werkvorm die we 's ochtends toepassen, het café, bereid zijn en in staat zijn om het eigen belang te overstijgen. Ik wacht weer even tot dat commentaar. Er is iets met de ordening van commentaren binnen de Zoom.
Ja, en dit is altijd een plaatje wat ik heel graag laat zien. Maar dat maken we een plaatje wat we elke keer weer tonen. Aan het einde van de G1000 maken we van de deelnemers en van het enthousiasme van de deelnemers een plaatje. En dit is dan een van die G1000. Ik zou zo snel niet kunnen reproduceren welke of waar het is. Maar het geeft een beetje beeld weer welke bevrijding de deelnemers zelf ervaren. Nadat zij de burgertop hebben meegemaakt. En hier wil ik even mijn presentatie, zeg maar, voorlopig even afbreken en teruggaan naar een gesprek met elkaar. Ik heb gezien dat er allerlei commentaar is. En ik ben daar niet op ingegaan omdat ik het niet kan waarnemen. Ik moet even stop sharen. Ja. De eerste vraag die we hebben, die komt van Leontine. Dus die wil ik graag eventjes het woord geven daarvoor. Ja, volgens mij heb je mijn eerste vraag al beantwoord, Remco. Ik had één vraag over hoe je zorgt dat er ook genoeg jongeren aanwezig zijn, dat die mix van leeftijden goed zijn binnen zo'n burgertop. Maar die is eigenlijk al beantwoord. Maar mijn andere vraag was, ik herkende ook wel een aantal onderdelen van die ook bij Deep Democracy terugkomen. Dus ik vroeg me even af van, in hoeverre baseren jullie op die principes? In hoeverre is daar een link? Er is geen rechtstreekse link, maar ik hoor de associatie, die wordt vaker gemaakt. En ik vermoed dat dat komt omdat we natuurlijk putten uit hetzelfde materiaal, namelijk dat wat ons als mensen beweegt en dat wat ons als mensen verbindt. Maar de inspiratiebronnen voor de G1000 liggen meer op het terrein van, ik noemde al even open space technology, allerlei vormen van large-scale interventions die de afgelopen 30 jaar zijn ontwikkeld. Dus de praktijk die daar vandaan komt. En als je nog dieper graaft, dan kom je uit op de geweldloze communicatie. Dat is een heel belangrijke inspiratiebron voor de werkvorm. En natuurlijk de traditie in Afrika van Ubuntu. En ik denk dat in de traditie van Ubuntu de echte verbinding ligt met Deep Democracy. Want ik heb begrepen dat Deep Democracy zich ook enorm heeft laten inspireren door de traditie van de Afrikaanse van manier om vorm te geven aan vorm te geven aan de gemeenschap en de gemeenschap ook te leiden met elkaar. En de volgende vraag, die is van Mark. Ik denk dat de bedoeling is dat ik nu even in beeld kom, hè? Ja, misschien kan je, Remco, kun je pinpointen stoppen? Want dat is een beetje, het is lekker voor ons allemaal dat we allemaal gewoon even volledig in beeld zijn. Ja, dat is ook goed. Ik dacht dat het voor de opname aardig zou zijn. Voor de opname is het aardig, maar het is voor de dynamiek is het zo ingewikkeld. Je hebt nog steeds ons gepinpoint. Ik zal jou even niet meer pinpointen. Daar zit het hem in. Hier, alsjeblieft. We zijn nu allemaal gelijk. Nou, Mark is iets ongelijker. Ik zie mezelf nu enorm in beeld. Ja, Mark, doe Mark ook maar de pinpoint van Mark ook even uit. Ik dacht dat ik dat al gedaan had. Excuus. Ja, oké. Okay. Ja, nu ben je nog steeds groot in beeld. Dat zit hem in je eigen instelling. Je moet dan zelf eventjes je beeld, je scherm op gallery view zetten. Oké, dank je. Mark, wil jij je vraag stellen? Ja, volgens mij is het beeld nog niet goed, maar dat komt dan wel. Nee, je schetste heel mooi die hele achtergrond van G1000. En daarna ging je zo van, G1000 vertrekt vanuit de burger, dus dat is die, wat je ook aanduidde als die leefwereld, dat horizontale. En toen maakte je een contrast met Citizen Assembly, wat je internationaal of Engelstalig ook kenschetste. Vertrekt vanuit de systeemwereld, vanuit het systeem. En ik dacht dat het contrast misschien iets te zwart-wit was gesteld, terwijl wij op duiden, kan ik juist begrijpen als een voordeel van Citizen Assembly, namelijk dat je van tevoren afspraken maakt over, joh, wat eruit komt, gaan wij, en wij is dan bijvoorbeeld het vertegenwoordigend orgaan of nationaal parlement of plaatselijk een gemeenteraad, wij gaan ook echt wat doen met wat eruit komt. Dus eigenlijk van tevoren een soort van manoeuvre vanuit het systeem van, we gaan jullie in bestuursrecht en weet ik veel een plek geven via die en die verordening. Dus dat is best wel heel erg systeemachtig. Maar dat zie ik meer als een start van een Citizens Assembly. Daarna zal het volgens mij helemaal goed
nou ja, heel erg kunnen lijken op een G1000 bijeenkomst. Voordat ik daar nu zelf op inga, misschien dat er ook anderen hier nog iets over vinden of daar iets aan toe willen voegen. Wat vinden jullie van van wat Mark op tafel legt? Want hij herkent heel duidelijk dat ik en dat klopt ook Mark, dat ik een soort tegenstelling creëer. En dan vervolgens de G1000 aanbiedt als een verbindingsmiddel. Maar ondertussen wel weer een verschil maakt. De vraag is maar in hoeverre verdraagt zich dat überhaupt met het G1000 gedachtegoed. Hebben anderen daar een reactie op, voordat ik daar zelf een antwoord op geef? Christel heeft de reactie en dan Jos ook. Oké. Ja, het zit hem in de vooronderstelling, denk ik. Wat geef je dan eigenlijk mee? Waarom zou dat eigenlijk nodig zijn? Als je echt die machtsvrije dialoog opzoekt. Wat maakt dat dan een organisatie vindt dat dat belangrijk is, zeg maar? Die vraag zou ik me stellen. Kan je hem nog iets specifieker maken wat je bedoelt? Want ik heb hem nog niet helder. Nou, als ik bij wijze van spreken een vraag meegeef of een kader, dan stel ik mezelf boven die dialoog. Of op de een of andere manier erbuiten. Terwijl ik er deel van wil zijn. Als ik vanuit het systeem... Helder, ja, helder. Jos? Ik vind wel een belangrijk verschil dat op het moment dat je vooraf grenzen oplegt, dat dan het hele gesprek ook zich binnen die grenzen afspeelt. He, dus dat is hetzelfde gedacht als laat je mensen hun eigen onderwerp kiezen en daar eigenaar van zijn of stel je het gewoon echt open. En dat vooraf inkaderen van een discussie kan ook precies zijn dat je mag spreken over datgene wat je niet echt, wat er niet echt toe doet. He, dus ik vind een voorbeeld daarvan misschien wel de discussie over milieumaatregelen die in Amsterdam heeft plaatsgevonden, een hele beperkte schaal, waarin zeg maar alle discussie moest zich afspelen binnen het bestaande beleid. Dat werd vooraf ook vastgesteld. En dat is toch wel echt een groot verschil, vind ik. Nico? Ja, wat ik erg interessant, of de vraag die ik heb, en je had het er al even over, en dit, volgens mij raakt dat hier aan, is hoe je de connectie maakt met die systeemwereld. Dus hoe doe je dat effectief? Als ik nou zie, zei je hebt drie voorbeelden waar dat relatief effectief gebeurd is. Ik vroeg me af wat er dan aan de kant van de systeemwereld, zoals jij dat nu definieert, aan randvoorwaarden moet zijn. Is dat dan een individueel verlichte wethouder of iets anders? Hè? Dat vraag ik me dan af. Ook omdat ik in de voorbereiding hier ook nog keek naar het werk wat in Frankrijk gedaan is over die milieumaatregelen. Wat dan allerlei fantastische voorstellen oplevert, waarbij de regering in eerste instantie zegt, we nemen dat één op één over, maar gebeurt toch niet. Nou, daar kom ik op. Maar eerst de reactie op Mark. Ik weet niet, Mark, wat vind je van de antwoorden? Geven die al wat helderheid? Of zeg je van ja, maar wacht even? Nou, ik denk dat er twee dingen. Eentje is van, dat was ook het laatste voorbeeld wat werd gegeven. Het voorbeeld vanuit Frankrijk, het klimaat- of milieuberaad wat daar is geweest. Daarbij hebben ze inderdaad... Het is een voorbeeld van dat ze daarbij zijn vergeten om van tevoren af te spreken wat er ook weer met de resultaten zou gebeuren. Behalve Macron die een beetje, nou ja, dat zal wel goed komen achtig. Maar toen zei het parlement van, het Frans parlement zei van ja, we vinden het nou ook niet de bedoeling dat we rechts worden ingehaald door een stelletje burgerberaaddingen. Maar wij zijn het parlement, wij gaan over wat burgers vinden. Dus dat heeft bij mij wel doen postvatten van ja, het is super belangrijk om van tevoren bestuurlijk vast te leggen wat je met de uitkomsten gaat doen, want anders is het net zo goed had je het niet kunnen doen. Ja. Dus dat wil ik als sterk punt van tevoren een anker vinden in het systeem. De andere opmerkingen gingen ook meer over wat mag je nou wel en niet bespreken in, nou ja, die bijeenkomsten of die serie bijeenkomsten. En dan ben ik met sommige van de anderen wel eens van ja, als je dat heel erg inkaart, is het net een inkleuroefening waarbij ze allemaal binnen lijntjes moeten blijven. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. En als het alleen maar over A mag gaan, en terwijl ja, B is onderhuids aan de hand en niemand mag B zeggen, dan heb je ook een ineffectief. Dus ik denk dat ik nu opkom van, als de tegenstelling, als we niet kunnen naar elkaar toekomen, het belang van tevoren het bestuurlijk ophangen, anders ja, is het ineffectief, dan doen ze er niks mee. Maar in de uitvoering zoveel mogelijk ja, ook stem te geven. Deep Democracy heeft ook al iemand genoemd. Datgene wat je normaal niet mag benoemen, de stem van de minderheid. Ja, dat liever wel. Anders is het een spek en bonen oefening.
Maar dan hoor ik je nog steeds. Wel, ik hoor je dus nu zeggen van ja, het is belangrijk dat er ruimte is. Maar ik hoor je in je manier van motiveren nog steeds die ruimte voor de dialoog begrenzen. Dus ja, er moet wel zoveel mogelijk ruimte, maar... Dus wat is de meerwaarde van überhaupt het onderwerp begrenzen? Oké, dat is misschien mijn onderwijsachtergrond geweest. Ik ben opgeleid als ingenieur. Dus dan weet ik dat het ook af en toe nut heeft om een soort focus aan te brengen. En ik heb ook van creatieve processen. Je maakt natuurlijk uitstapjes erbij, laat ook andere dingen toe. Maar ja, te starten en te eindigen met enige focus is wel een aanpak die me aanspreekt. Ik heb het gevaar af dat jij een oefenlapje wordt. Maar ik gebruik je nou even als kapstok om wat dingen op zo, dus ja, leuk, als, leuk. Als je het zat bent, dan moet je maar zeggen. Maar, nee, ik hou er wel van, dus ga je maar. Dus het belang van focus, ik denk dat we hier allemaal als deelnemers... dat we zeggen van ja, focus natuurlijk. Je wil geen Poolse landdag, dus je wil focus, want anders kom je nergens. Maar waarom zou de organisator de focus aan moeten brengen? En waarom zou je niet gewoon de groep zelf die focus laten aanbrengen? Kan je dat voorstellen? Jazeker. Maar iemand heeft ook al gezegd, ik weet niet of jij dat was, nu anders van ja, er moet ook op een gegeven moment een tekstje de deur uit van waar gaat het over? Ja. En het tekstje is niet van hoe zie jij de toekomst? Vraagteken. Dat is iets meer gefocust met iets met groen, iets met duurzaam, iets met... Hebben we wel 12 keer gedaan. De eerste 12 G1000 ging alleen over de toekomst, maar daar zijn we van teruggekomen. Dus dat klopt. Dat heb je helemaal gelijk in. Ja. Nee, dus inderdaad. Er moet een onderwerp zijn. Want als je geen onderwerp hebt, ja, wat heb je dan als reden om burger om uit je stoel te komen als je niet eens weet waar het over gaat? Dus dat is heel simpel. Daar heb je helemaal gelijk in. Je wilde nog wat zeggen. Ik wil dus zeggen van, en dan ook, als er een eenmaal zit, dan kan ik me op die manier, want ik geloof dat je daar best wel een heel waardevol, misschien niet geloven, dat is een heel waardevol punt wat je inbrengt, van dat de burgers ook in het gesprek zelf meer mogen aangeven wat ze belangrijk vinden. Dus ook al gaat het over groen of over duurzaam, dan nog zou ik als facilitator toestaan en zelfs aanmoedigen dat iemand ook eens een keer wat anders zegt. Misschien moet het ook een keer over auto's gaan, of een keer over vliegtuigen, als ze het daarover willen hebben. Ja. Bedoel, dan ga ik dat weer niet inkaderen, volgens mij. Nou, het boeiende is dat van de G1000-methodiek, en daar ligt wel de essentie van, is dat we niet inkaderen, maar ook niet stimuleren. Oftewel, wij bemoeien ons op geen enkele manier met het gesprek, met de inhoud van het gesprek. Het enige wat we doen is, we brengen mensen die een urgentie ervaren bij het vraagstuk, bij de vraag die in de uitnodiging staat, brengen we bij elkaar en we nodigen ze uit om met elkaar in gesprek te gaan. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat er iets gebeurt wat sommige bestuurders eigenlijk voor onmogelijk houden. Dat is het sceptische deel van Nederland. Namelijk dat om te beginnen dat burgers dan meteen heel veel te bespreken hebben. Dus die barsten echt los nadat ze de eerste ronde van 20 minuten is nog even aarzelend. Want dan denken ze van ja, maar is het echt waar? Mag ik echt zomaar alles inbrengen wat ik wil? Maar daarna in de tweede en de derde ronde van het café, nou dan gaan ze helemaal los. En dan is het echt één gebruis van energie en van inhoud. En vervolgens is het wel zo dat wij er ons op hebben toegelegd om dan uit die... ogenschijnlijk open gesprekken, nou niet ogenschijnlijk, ze zijn echt open, maar dan wel te zorgen dat we met behulp van logistieke methodieken, dat we dan die focus aanbrengen. Het voert te ver om in dit kader dan heel gedetailleerd uit te gaan leggen hoe we dat doen. Maar die focus, eigenlijk bieden wij dan vanuit de G1000 een hulpmiddel aan de deelnemers om gezamenlijk te beslissen wat hun focus is en langs welke lijnen ze dan verder willen. Dus ja, je kunt dus is mijn antwoord dan op jou, wel degelijk en gesprek volledig vrijgeven en door inzet van de juiste hulpmiddelen ervoor zorgen dat de groep zichzelf focust langs de lijnen waarlangs en in de richting waarin ze wil bewegen. En vervolgens kan je dan werkvormen aanbieden die de groep ondersteunen bij het uitwerken van die focuspunten, van die lijnen in concrete voorstellen. Nou, dit is eigenlijk de know-how, het vakmanschap van de G1000-organisatie. Wat wij als onafhankelijke organisatie aanbieden. En waarin we vooral die onafhankelijkheid van welk inhoudelijk standpunt dan ook. Zeg maar, ja, het mooie Engels woord komt boven, cherissen.
heel erg belangrijk vinden en proberen te onderhouden. Nou, in dat kader hebben we onlangs onze structuur ook aangepast als stichting. En we hebben een zware inhoudelijke raad van toezicht. Die ook gewoon echt ingericht is, niet alleen maar om op te letten dat onze continuïteit niet in gevaar komt, maar die ook echt gaat dienen voor deelnemers en voor sponsors. Om op het moment dat die het gevoel hebben dat ons team, dat wij als team niet onafhankelijk opereren, dus ons eigen waardegeweld aandoen, dat die ingeroepen kunnen worden. Dus wij proberen ook onze onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid, ten opzichte van het systeem, ook op alle mogelijke manieren te verankeren. En dat geeft mij het bruggetje naar de beantwoording van de vraag van Nico. Van ja, hoe hebben we dan uiteindelijk die verbinding gemaakt? Mag ik die stap zetten of is er nog iemand die over het voorgaande nog iets toegelicht wil hebben? Ik zie geen handjes, dus ik ga door. Die verankering, dat is ons gelukt door toch wel voor een deel van ons eigen paard af te stappen. Want hoe wij begonnen was, onze onafhankelijkheid zo ver doorvoeren dat we zeiden, wij gaan alleen maar in op vragen van burgers. Nou, na 12 G-duizenden was het nieuwe daarvan wel een beetje af. En die burgers zagen ook dat wij met die G-duizenden niet tot concrete politieke afdrukken kwamen. Dus we zagen het animo voor de G-duizend geleidelijk aan afnemen. Dat baarde ons zorgen. Want het enthousiasme van de deelnemers was ongebroken. Dus wij zeiden van ja, hoe kunnen we nou verder? En ik uit mijn praktijk voorafgaand aan de G-duizend, ik was ook heel verbaasd, want ik was gewend dat die werkvorm ertoe leidde dat de politiek wel de uitkomsten ging uitvoeren. Nou, toen zijn we na 12 G-duizend in Enschede voor het eerst ingegaan op een vraag van de gemeente Enschede. Gezegd van nou oké, dus er zijn geen burgers die vragen, jullie hebben die vraag, maar wij gaan met die vraag aan de gang. Onder voorwaarde dat je onze onafhankelijkheid respecteert. En dat je je voegt naar onze waarden. Dat was een belangrijke voorwaarde. Dat heeft gedeeltelijk gewerkt in Enschede. Later hebben we dat onze positie echt nog nadrukkelijker moeten vestigen. En ook vandaag in Zeeland en in Zaanstreek-Waterland is die onafhankelijke positie en dat vestigen van die onafhankelijke positie is een punt van voortdurende aandacht. Dus dat is niet iets wat vanzelf zomaar lukt. Maar op het moment dat dat lukt, en het bleek daar in Enschede het geval te zijn, konden we met een gerust hart, zonder ons eigen geweten geweld aan te doen, een G-1000 voorbereiden samen met een gemeentelijk projectteam. Wat onder de verantwoordelijkheid van de G-1000 figeerde. En wat onder verantwoordelijkheid van de G-1000 een onafhankelijke G-1000 heeft georganiseerd. Die op alle fronten voldeed aan de kwaliteitsvoorwaarden die we er zelf aan stelden. Dus dat was stap 1. Samen met zorgen dat de overheid, de systeemwereld, mede-eigenaar is van die brug. Tussen die twee werelden, dat is 1. De tweede stap was de deelnemers begeleiden bij het zo uitwerken van de voorstellen dat de beleidswereld, dat de overheid, de voorstellen kan begrijpen. Er waren een aantal dingen voor nodig. Daar is kwaliteit voor nodig. Dus dat betekende dat we meer tijd besteden en dat we de deelnemersgroepen die, wij noemen dat werkplaatsen, die met de voorstellen uit de top aan de slag gingen, dat we gezegd hebben, nou, die moeten gewoon, dat proces van uitwerking, dat moeten we gezamenlijk doen. Dus dat zijn gewoon een aantal plenaire bijeenkomsten, waar kleine groepjes samen in een zaal werken en onderling uitwisselen, maar wel langs eenzelfde stramien in een soort stappenplan tot een bepaalde minimumkwaliteit van de voorstellen komen. En dat hebben we aangevuld, elk van die groepjes hebben we aangevuld met een ambtelijke schrijver. Een tussenpersoon. Dat is iemand uit de ambtelijke wereld die zeg maar de ideeën van de burgers kan vertalen in beleidstaal. En die ook op de hoogte is van alle zeg maar kapstokhaken in het gemeentelijke beleid en in de gemeentelijke begroting, waar je die voorstellen aan kunt hangen. En dat betekent dat die voorstellen in één keer van die burgers, dat die een soort vertaalslag krijgen naar de beleidswereld toe. Een heel belangrijke stap. Derde stap die we genomen hebben, die geleid heeft tot die verbinding, is dat wij een werkvorm, een ritueel uit de systeemwereld hebben omarmd als afsluiting van ons dialoogproces. En dat betekent dat we dus ons proces gedeeltelijk hybride hebben vormgegeven. Aan het einde hebben wij de burgerraad in het leven geroepen. En de burgerraad is iets wat iedereen kent uit de gemeenteraad, namelijk een groep
burgers die gedelegeerde verantwoordelijkheid krijgen en die namens de rest van de gemeenschap mogen stemmen over voorstellen die voorbereid zijn, die een bepaalde kwaliteitstoets hebben en die vervolgens via een open procedure, een transparante procedure, op basis van bijvoorbeeld meerderheid van stemmen, of soms wordt er gekozen voor 70% van de stemmen, maar die dus gewoon burgers zitten aan het einde met een stemkastje, alle voorstellen van alle groepen komen langs, en met behulp van het stemkastje stemmen ze voor of tegen. Er is een presidium, we kiezen dan vanwege het interessante van symmetrie, kiezen we dan meestal, vragen we de burgemeester om de burgerberaad voor te zitten. Politici gaan eigenlijk vanzelf op de politieke, op de tribune, publieke tribune zitten. Omdat ze zeggen van ja, maar ik moet straks in de gemeenteraad nog een keer stemmen. Dus ik ga nu even niet meedoen. En wat je dan ziet is een complete een spiegelbeeld van de situatie in de gemeenteraad. En wat politici dan zien is een ritueel wat ze herkennen. Waarbij een grote groep burgers, veel meer mensen dan zij met elkaar in de gemeenteraad, een hele zorgvuldige beslissing nemen op een manier die zij zelf legitiem vinden. En met name die laatste stap heb ik het idee van dat die enorm heeft bijgedragen aan en enorm bijdraagt aan de impact op de politieke besluitvorming. Het heeft natuurlijk ook te maken met de kwaliteit van de inbreng van de deelnemers. Het heeft te maken met de zorgvuldigheid, met de tijdsduur, met de hoeveelheid inhoud die gegenereerd wordt. Dus er zijn veel meer aspecten die een rol spelen bij de acceptatie. Maar het feit dat burgers in staat en bereid zijn om volgens dezelfde procedure als die zij zelf als politicus hanteren, ook gewoon een fors deel van de voorstellen ook weg te stemmen, omdat ze die niet goed genoeg vinden. Circa 40% van de voorstellen wordt, ondanks de tijd die erin gestoken is, gewoon afgestemd. Dus dat is best wel veel. Gewoon omdat de medeburgers zeggen van nou, vinden jullie voorstellen best wel goed, maar niet goed genoeg. Maakt dat dat burgerakkoord echt indruk maakt. En dat heeft ertoe geleid dat we daar met die stap hebben we definitief, is mijn hypothese, want dit is allemaal nog niet wetenschappelijk getoetst, definitief de doorbraak richting de systeemwereld weten te bereiken. Dus door het gedeeltelijk ook omarmen van logica, van rituelen uit de systeemwereld, zonder de essentie van een machtsvrije dialoog op te offeren. Dankjewel. Mag ik even op reageren? Ja, graag. Er zijn eigenlijk twee vragen. Eén is, zeg maar, volgens dat systeem. Je hebt het over een ambtelijk schrijver. Ik kan me voorstellen dat die uit het ambtelijk apparaat komt. Vraagteken. En in hoeverre past dat in een machtsvrije uitwisseling? Haal je hem toch niet gewoon weer? Haal je dat dan niet binnen? En mijn tweede vraag heeft eigenlijk meer aan het begin te maken. Je zei van, blijkbaar is er een gemeente die de G1000 heeft benaderd om zoiets te organiseren. Dat betekent toch dat er blijkbaar iemand daar bedacht heeft dat ze iets anders moeten bedenken. Dat ze het niet lukt met het systeem wat ze tot nu toe hebben gedaan. Maar dat betekent ook dat ze een behoorlijke portie van hun normale macht / controle moeten durven opgeven. Dat is toch iets wat ik eigenlijk over het algemeen niet heel snel herken bij mensen die in zo'n positie verkeren. Dus ik ben toch benieuwd hoe dat dan gegaan is. Ja, je maakt me nu nieuwsgierig naar jouw positie, maar daar zal ik verder even niet op doorvragen. Maar het is wel, wij hebben vanaf het begin af aan, vanaf 2013, ervaren wij dat er binnen het openbaar bestuur, dus laten we het even voor het gemak, binnen de systeemwereld, een belangrijke groep bestuurders, ambtenaren, et cetera, is een niet onaanzienlijke groep die zich daadwerkelijk ook zelf zorgen maakt over de richting waarin de systeemwereld, het systeem, de overheid in Nederland zich beweegt. En de manier waarop datzelfde systeem in snel tempo bezig is om het vertrouwen van de gemeenschap te verspelen. Met name de laatste jaren, het is de vraag in hoeverre dat een tijdelijk effect is, maar de laatste twee jaar, want corona en allerlei andere bewegingen spelen daar natuurlijk ook een rol in. Maar een belangrijk thema nu ook met de gemeenteraadsverkiezingen, op de achtergrond weliswaar, maar voor de bestuurders absoluut op de voorgrond, dat is de toenemende polarisatie en de versnippering in de maatschappij en het verdwijnen van de gemeenschappelijkheid.
Dus er is volop de urgentie van het inzetten van nieuwe middelen, die wordt binnen het openbaar bestuur volop gevoeld, is mijn ervaring. Dus er zijn volop mensen die ook begrijpen dat ze de dingen die opgelost moeten worden niet meer op de oude manier opgelost krijgen en dat er dus nieuwe manieren nodig zijn. Dat wordt ook nog een keer onderstreept, omdat heel veel dossiers in Nederland toch min of meer vastzitten. Een millimeter verschuiven, omdat de belangengroepen, de hele polder doet mee. Iedereen die zit al jarenlang armpje te drukken met elkaar, neemt het landbouwdossier. De problemen in de landbouw die zijn al sinds de jaren 90 bekend. En sinds die tijd vindt er gewoon eigenlijk een soort officieel armpje drukken plaats. En elke keer is er weer een andere partij die net even iets harder weet te duwen. En de zaak weer, of doordat de context verandert, in haar... Maar feitelijk verandert er eigenlijk heel weinig. Ja, de kleine spelers vallen eruit. Dus je houdt alleen de grote spelers uiteindelijk over, omdat die gewoon de grootste stamina hebben. Dus er zijn ook wel degelijk op punt van dossiers, wordt er ook urgentie gevoeld. Zo zien we op dit moment in Zeeland zijn we gevraagd om voor de... door de zorgverzekeraars notabene, die hebben het initiatief genomen, om in Zeeland een G1000 te organiseren over de toekomst van de zorg. Omdat de zorgaanbieders zich daar zorgen maken dat ze dat niet langer toekomstbestendige zorg kunnen bieden. En dat er iets moet gebeuren wat buiten hun eigen macht ligt. En dat is meestal het moment waarop dan gekeken wordt naar nieuwe middelen. In Zaanstreek-Waterland speelt het thema wonen. Nou, dat speelt natuurlijk in heel Nederland. Alleen daar zijn 9 corporaties die gezegd hebben, we gaan dit nu eens samen op een andere manier doen, namelijk met de G1000. Dus je ziet wel degelijk dat ook bestuurders, of omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn, of omdat ze tegen een situatie aanlopen waarin ze zichzelf machteloos voelen, dan tot de conclusie komen van, ja, maar dan moet er in godsnaam maar iets gebeuren wat wij dan misschien best wel spannend vinden, maar wat we toch willen doen. Dus dat is eigenlijk even over jouw tweede vraag. En nou ben ik door mijn betoog... Jouw eerste vraag ben ik kwijt. Ik kom even inbreken hier. Sorry Nico. Want we hebben nog heel veel vragen over. En we hebben ook nog 10 minuten. En sommige van die vragen liggen al een behoorlijke tijd op tafel. Dus ik wil ook zorgen dat we daar tijd voor maken. Korte antwoorden, ik hoor het. Ja, doe maar. Sorry Nico. Maar wat wil je nu, Remco? Even, neem even de regie. Goed, dan wil ik heel graag naar Christel. Want haar vragen staan er al een tijdje over de dynamiek van de dialoog. Christel. Ja, ik had ze in de chat gezet voor het geval er tijd voor zou zijn. Als ik de belangrijkste eruit zou willen plukken, ik ben eigenlijk benieuwd hoe we gaan zorgen voor mensen die niet zo makkelijk meedoen in de dialoog en niet zo makkelijk spiegelen. Bijvoorbeeld omdat ze heel bang zijn of je introduceert een politicus in het veld en die gedraagt zich niet machtsvrij of de mensen dichten diegene gewoon macht toe. En ja, hoe verstoringen, zeg maar, in je dialoog. Ja. Nou, het blijkt eigenlijk dat het vermogen van mensen worden op het moment dat... Het belangrijkste is, mensen komen naar de zaal omdat iets in het vraagstuk hen raakt. Dus iedereen in de zaal ervaart urgentie in relatie tot de vraag en wil zich dus uiten. Als mensen vooraf aarzelen, dan bieden we een aantal voorzieningen die de drempel lager maken. Dus we bieden een onkostenvergoeding, we bieden... dit jaar gaan we ook deelnamevergoeding bieden voor mensen die slecht bij kas zitten. En we bieden mensen de mogelijkheid om een maatje mee te nemen. Iemand uit de eigen omgeving, zodat ze met iets meer, zeg maar, zich samen, gezamenlijk iets meer zelfvertrouwen hebben om inderdaad aan tafel te komen zitten. Maar dan is mijn ervaring, we beginnen met 4 mensen aan de tafel, dus dat is ook om het gesprek zo laagdrempelig mogelijk te houden. En mijn ervaring is dat ongeacht taal, culturele herkomst, sociale status of wat dan ook, dat als mensen 1 keer aan tafel zitten en we hebben de spelregels van de dialoog met elkaar afgesproken, dat zijn 4 hele simpele spelregels, van luister naar elkaar, ga niet met elkaar in discussie en je hoeft het niet met elkaar eens te worden, op dat moment gaan mensen gewoon leveren hun inbreng. En hoe zorgen we dan voor dat niet iemand gaat domineren? Want de laatste spelregel is, maak ruimte voor elkaar. En dat betekent dat je dus in kunt grijpen als iemand zich niet aan die spelregel houdt. En wij roepen dus aan het begin, ik roep ook de deelnemers op, om elkaar aan die spelregels te houden. Dus ook daarin zie je de machtsvrijheid. Wij gaan niet iemand aan tafel zetten die dat bewaakt. Of die mensen gaat helpen om toch inbreng te leveren. Nee, het leveren van inbreng is echt
de eigen individuele verantwoordelijkheid van elke deelnemer. Maar wij roepen elkaar, we roepen de deelnemers op om met elkaar de condities voor die inbreng, voor veilige inbreng, om die gewoon te beschermen. En dan zie je dus dat iemand aan tafel, een mondige burger aan tafel, een andere mondige burger gewoon tot de orde roept. Zo van, hallo, je bent nu lang genoeg aan het woord geweest. Nu even de rest. Dus die spelregels die spelen gedurende de hele G1000 een hele belangrijke rol in het creëren van een veilig gespreksklimaat. En dan als laatste, deelnemers kunnen altijd naar een andere tafel toe als een tafel hen niet bevalt. Dus als ze niet gehoord worden aan één tafel, zijn er altijd tig tafels over waar ze wel gehoord kunnen worden. Remco, volgende. Ja, dan is er een vraag van Mark die zijn hand omhoog had. Ja, ik heb hem ook even in de chat gezet. Ik ben bekend met Citizen Assembly, dat zijn alleen maar burgers. En het voordeel daarvan is dat ze soms verder kunnen kijken in de toekomst met klimaat en hun kinderen en kleinkinderen. En minder gebonden zijn aan zeg maar Shell en zijn korte termijn winsten. En dat soort dingen. En dan begrijp ik van je, maar ik hoor het graag of ik het vergis niet, dat in de G1000 ook bedrijven of werkgevers en professionals, noem je die, zitten. En dan kan ik me voorstellen dat er op een gegeven moment een tafeltje is waarbij en Shell zit. Of in ieder geval een manager bij Shell. En burgers. Toen dacht ik, hoe verloopt dan zo'n gesprek? Kunnen die burgers dan nog steeds ver vooruit durven kijken naar de toekomst, kinderen, kleinkinderen, het klimaat? Of gaat dat gesprek aan de kant op van... Ik ga je geheim verklappen. Ja. Die manager van Shell blijkt dan in één keer ook gewoon burger. Dit is dus iets, dit gesprek, een machtsvrije dialoog, blijkt iets te zijn waar eigenlijk niemand zich aan kan onttrekken. Je moet echt een bord voor je kop hebben. Wil je zeg maar binnen de G1000-context in staat zijn om je belang te blijven verdedigen? Oftewel, het beroep wat op je gedaan wordt om je belang los te laten en je te verbinden met het gedeelde belang van wat in de hele zaal manifest wordt, dat is enorm krachtig. En mensen die niet bereid zijn om dat te doen, worden eerst zachtjes en allengs harder door de mededeelnemers gecorrigeerd. En een hele enkele keer maak ik het mee dat zo iemand dan ook daadwerkelijk de zaal verlaat. Want er is gewoon geen plek. Als lobbyist val je gewoon genadeloos door de mand. Helder. Dus ja, er wordt dus gewoon juist door die burgers wordt... dankzij het feit dat het hele systeem in de zaal zit, betekent het dat je dus ook een enorm veel verrijkte discussie krijgt. Omdat die Shell-manager wel heel veel kennis bij zich draagt. Die hij in kan brengen in het gesprek en kan zeggen van ja, maar jongens, als wij als burgers dit willen, je moet wel hier rekening mee houden en daar rekening. Oké, nou, dan gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen met elkaar. Dus het Helder, gesprek dankjewel. Wordt enorm enthousiast, enorm interessant. We hebben nog een paar minuten. Er was nog een vraag van Leontine. Ja, ik vroeg me af wat het verschil is in methode met andere organisaties die hetzelfde doen. Bijvoorbeeld Bureau, Burgerberaad of andere organisaties die ik misschien zelf nog niet ken. Maar... Ja, er zijn nog niet veel organisaties die dat doen. Je noemt de Bureau Burgerberaad, die lobbyt heel krachtig voor een burgerberaad voor het klimaat. En Bureau Burgerberaad is geïnspireerd door Extinction Rebellion, is daar ook nauw mee verbonden. En heeft het Anglo-Saxische model omarmd. Waarbij zij zeggen van ja, maar we willen eigenlijk alleen maar met burgers. We willen dat die burgers van tevoren heel goed geïnformeerd worden. Er is een soort oproep ook aan de regering om zo'n nationaal burgerberaad over het klimaat te organiseren. En dan zie je dat er ook een, als je die oproep ziet, dan herken je ook dat daar vanuit een andere invalshoek gewerkt wordt aan zo'n burgerberaad. Nou, hartstikke interessant. Wij werken nauw met hen samen, leveren ook onze praktische informatie in. Mensen uit onze organisatie zijn ook lid van dat bureau. Maar vanuit de G1000 staan wij, vanuit onze ervaringen met Impact, staan we dus een andere insteek voor dan dat bureau burgerberaad doet. Maar beide strijden we voor hetzelfde, namelijk het vergroten van de zeggenschap van burgers in dit soort beleidsprocessen. En aan de klok te horen, achter jou Harm, is het 10:00? Ja, bij mij blazen de vogeltjes het luid. Er is nog eventueel ruimte voor de laatste vraag. Als die er is, is er nog iemand die nog iets
of een commentaar of een feedback teruggeven? Ik heb nog mijn vraag openstaan over je ambtelijk schrijver en het binnenhalen van de ambtelijke macht. Oh, ja. Nou, oké, dan beantwoord ik die. Bij deze, die is gedeeltelijk al beantwoord. Ook zo'n ambtenaar blijkt dus binnen de context van de G1000 in de eerste plaats een burger te zijn. Maar een burger met een speciale opdracht, namelijk de rol en ook met de bagage om de continuïteit van de gemeenschap in de gaten te houden. En wat wij dus merken is dat die ambtenaren zeg maar de grootste, nog grotere voorvechters worden voor het realiseren van het resultaat van een G1000 dan de deelnemers zelf. Dus dit is ook een van die bijeffecten van deze manier van werken, is dat we op die manier die ambtelijke schrijvers ook gewoon echt enorm krachtig weten te binden aan het burgerakkoord. Dus tot nu toe geen reden tot zorg. Dat gaat natuurlijk veranderen op het moment dat de G1000 populairder en meer mainstream wordt. Dan zullen ook de pogingen om het resultaat te beïnvloeden toenemen. Dus ik sluit niet uit dat we in de toekomst dat we hier meer voorzorgen voor moeten treffen. Maar in deze fase van onze ontwikkeling is dit gewoon een heel bruikbare manier van werken. Maar er zijn natuurlijk onder burgerdeelnemers ook heel veel mensen die bekend zijn met de ambtelijke wereld. En die we mogelijk in de toekomst ook zouden kunnen mobiliseren om die vertaalslag naar de beleidswereld te maken. Dus er liggen nog legio ontwikkelmogelijkheden om verder te gaan met dit model. Ik moet afsluiten, de klok heeft geklonken. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie belangstelling. En heel veel succes toewensen met waar je in je eigen omgeving aan de slag bent of gaat met het burgerberaad. En ik hoop jullie wat dat betreft dus ergens in de toekomst nog een keer terug te zien. Voor vandaag fijne dag en heel veel succes.